Mark de Vries, na het laatste fluitsignaal zag ik wat medespelers van jou ter aarde storten. De teleurstelling droop er vanaf. Hoe is het gevoel bij jou na deze 1-0 nederlaag? Ja, kut gewoon. Het is een voetbal van lijfsbouwt. We hebben net zoals de vorige keer tegen Kozakken Boys, spelen ook zo'n pot. Krijgen kansen, we houden het goed achterin dicht. Dan is het een beetje zuur dat je deze wedstrijd verliest. Vond je het onnodig? Ja, nou ja, onnodig. En op een gegeven moment zeiden ze, zijn de Russen ook, of de, aan het einde van de wedstrijd zeiden met Niels, zei ik ook van ja, ze komen zo snel er doorheen en kans na kans kregen hun. En wat ik zeg, wij houden goed op de been met die 1-0 achterstand. En dan krijgen we nog een paar kansjes en dat is gewoon, het is gewoon pech. Dus ik weet echt niet wat het is. Het is vervelend, je zegt het is pech en dat zal ook ongetwijfeld, maar op een gegeven moment wordt het structureel en zit je in de problemen. Ja, dat is vaak. Hè. Als je op een gegeven moment in de hoek zit waar de klappen vallen, dan is het heel moeilijk om uit te komen. We trainen elke week keihard. We hebben een strijdplan per week wat we gaan doen de aankomende wedstrijd. Dit was gewoon een goede wedstrijd van ons. Veel kracht, veel energie. Iedereen wil ervoor gaan. Dit moet je blijven opbrengen tot het einde van waar het ook maar mag zijn. Zie jij nog licht in de tunnel om die PD-plek te ontlopen? Ja, nu even naar die wedstrijd niet, maar natuurlijk, we hebben nog 6 wedstrijden, we krijgen de concurrenten komen bij ons thuis nog. Wij willen heel graag wat recht zetten. Nou, als je zo'n wedstrijd speelt, vergeleken met een half jaar geleden tegen hun, dan heb ik wel de kans, acht ik wel groot, dat wij gewoon weer de punten gaan halen. Misschien ook een beetje dubbel gevoel vandaag. Volgend seizoen speel je hier bij Katwijk. Ja, in het begin voor de wedstrijd, als je hier naartoe komt, is het wel dubbel gevoel. Op een gegeven moment krijg je de kans dat we in de wedstrijd zitten. En dan hoor je supporters al roepen. Dat lach ik altijd om. Ik vind het wel leuk om met waar ik ook speel, dan heb ik contact met supporters. Alleen hier is het wel een dubbel gevoel. Maar ik heb eerder een zuur gevoel dan dat ik heel blij ben dat ik hier kom.